Boy, vandaag heb ik patiënten gehad en laten ze op tijd komen, Jelle. Want ze zijn wel laat, die kan zitten kassa dan aan mijn bakken. Maar ja, maar tegen dat dan, je niet aan het aan die Jelle. Raas, mijn vrouw, voor 91 jaar, mijn vrouwtje komt dat aan een paddekpil. En dat oma, je kunt gewoon paddek op paddek die maar raad, dat soort paddekpil. Maar daar zie je, oma denkt aan de safety. Safety first, mensen, safety first. Dus als oma 91 jaar of die jaar, kan ze goed paddekpillen. Dat is oma naar je kant, ik kan condoom. Je kan hem gewoon bedrijven. Je kan hem gewoon gebruiken. Ja? En moet ze ook voor veiligheid. Safety first, safety first. Maar ja, als ze de kwam kanaan die ik kom, mis je een beetje meer. Kom weer niet bij de... Laat maar zien als de diagnose al is geregeld. Zo. Alles in Parijs. Oké, okay, dan wacht ik op de eerste. Goedemorgen, dat. Ja, goedemorgen, meneer. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Wat is uw naam? Zodat ik u kan legitimeren. Bevelino. Rewind. Bevelino. Meneer de Bevelino, oké. Okay. Ja, wat is uw familienaam? Toro. Toro? Bedoel je Soro of? Nee, gewoon Toro. Oké, okay, Toro. Heeft wel een rare naam hoor. Echt een rare naam. Maar ja, kom me wel bekend voor bij iets speciaals, maar... Zeg me, wat scheelt u? Wat zijn de klachten? Waarmee kan ik u helpen? Ik heb namelijk een beetje rugpijn. Ik word snel boos als mensen dat me praten. Oké. Okay. En soms niet een beetje bij. Oké, okay, dan gaan we u even moeten checken, kijken wat er aan de hand is hoor. Ja? Je kunt gewoon vrij zijn, ja? Oké. Okay. Wees die vrij, niks gaat gebeuren. Gaat niet pijn doen dan? Niet gaat pijn doen, ja, maar daarom is er vaseline, ja? Niks gaat doen. Alles komt goed. Zo. Zo, meneer. U kunt even opstaan. U kunt u omkeren, keert u om. Laten we even zien waar u rugpijn heeft, oké. Okay. Ja, daar. Ja? Oké, meneer. Als het ware hebben we geconstateerd dat u kodo heeft. U heeft kodo. Je kunt even plaats nemen. Is de familie van verkoudenheid, ja? Oké. Maar het is echt een kwalijke zaak. We gaan die cytocyto moeten verwijzen naar Diamond. Ja? Oké. En anders kunt u beroepsstellingen oplopen. En dat kan zorgen dat je brokken maakt op het werk. En u weet, op het werk is het safety first. U gaat uzelf eerst veilig moeten zetten, ja? Oké. Kijk, dit is het stempel. En dan kan je hiermee naar Diamond, ja? Ga je maar naar binnen, ja? Ja. Yep. Dag verder. Dank u wel. En wees die voorzichtig, hè? Ja, thank you. Oké, doei. Volgende patiënt. Present. Presenteer. Goeiedag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Lazarus, de verloren zoon. En die wijn? Lazarus, de verloren zoon. Oh, daarom agende ik je de Lazarus is. Meneer, je kunt die bed wel weghalen. Oh, ja, jawel, herstel. Zo hoort het. Huh? Jawel, dat. Jong, ouders niet leren hoe de manier is. Nou, dat me vergiet me door. Okay. Maar kijk, je haar staat je mooi. Maar ja. De moet niet horen dat je polmodder bent, polmodder! Dank u wel, fris maar even. Ja, 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 oké. Okay. Zo, ik zie dat u een wond heeft. Ja, wel, dok. Oh mijn god. Wat is er? Is er wat in uw handen gegaan? Ja, ik luister. Wat zijn de verdere klachten? We gaan hem zo behalen. Ja? Ik heb een wond. Dat is één. Ja. Twee. Afro of middag.
as my show. Dominadoro si and me in me is and me no look a kick. Okay. Dan weten we ook al bij wat er gaande is. Maar we moeten even de stresspunten van je oog checken. Ja? Stresspunten? Ja, de stresspunten. Ja, daarvoor is stress niet. Ja, je kunt even opstaan, meneer. Pas op met uw hand. Ik hou hem wel vast. Ja, heeft u pijnen hier? Nee, toch. Hier niet. Hier? Ja. Ik voel een pijn daar. Ja. En hier? Ja. Au. Meneer, u heeft last van liesbreuk. Liesbreuk? Ja, hier ook. Nee, daar niet, dok, maar hier en hier. Oké, mooi. Dan weten we helemaal. Ik heb het hele pakket aan. Jawel. Ik heb al helemaal kunnen constateren wat er gebeurt. Maar we gaan uw handen eerst moeten behandelen. Oh, dan krijgt u wel de verdere details omtrent je vrouw, ja? Ja, want een fris man. Ja. Kijk, ga even. Het gaat even pijn doen. Ah! Ja, komt goed. Komt goed, my boy. Ja? Huh? Je ziet dat je dat ding in mijn bobby eten, hè? Je denkt mama bobo nog, hè? Nou, dat komt goed. Huh? Kijk, grote jongen, dat je met je baan, joh. Vier van vrouwen, vier. Net op team pretty. Oké, ik heb mijn laatste pleister hier. Wat is dat dan? Is een pleister, ja? Dat pleister? Ja, en zo groot. Dit gaat ervoor zorgen dat alles in place komt. Ja? Voordat we het dragen, gaan we hem even moeten inspecteren. Ja? Ja, my boy? Dus jawel, stand by. Ja? Achter. Oké, voordat we het trekken. Oké, meneer. We gaan hem eerst zo moeten. Ja? En dan komt alles goed. Oké. Zo, meneer. Alles komt goed. Ja. Het gaat wel een beetje trekken hoor, maar gedurende de tijd, dan wordt het wel beter. Je moet hem wel ontsmetten met een beetje mistodine. Ja, dit gebruiken, dit kan je ook doen. Jawel, dok. Wat moet er lief thuis? Ja, maar dit is een speciale mysterie. Jawel, dok. Omtrent je vrouw, dat is ook een dramatische ziekte, ja? Jawel, dok. En dan gaan we ook bepaalde dingen moeten voorschrijven. Oké, meneer. We hebben geconstateerd uw ziekte van sluit, ja? Sluit? Ja, dat is net als je ziekte van weier hebt, heb je ook ziekte van sluit. Dat komt wanneer die man die vrouw geen geld geeft. Geen geld? Ja, u geeft die vrouw geen geld. Maar toch, mijn zorgas, maar toch. U geeft haar toch geen geld? Ik geef haar geen geld, maar ze krijgt alles wat ze nodig heeft. Geld. Oké. En dat zorgt voor stress, weet je. En daar voor uw lies, voor uw lies hebben we... We hebben tabletten hier, maar dat zijn tabletten voor ween. Ja? Ween? Jawel, en dit kunt u gebruiken voor de lies. Weet je, maar ik ga u de hele reep niet geven. Maar maak je hand open. Maar dat wat doe je dan? Ja, kijk, want er moet ook aan de kant. Of neemt u alles? Ja? Ja. Ween. Ja, dat is voor weer en dan gaat die lies wel, die liesbreuk gaat zakken, ja? Maar dat van die weer begrijp ik niet zo goed. Ja, u gaat het begrijpen. Dus wanneer u thuis gaat, dan geeft u uw vrouw wat geld, dat zal, gaat u zelf zien dat u niet meer buiten zal gaan. Ja, meneer? Is goed, toch? Ik ben uitgesproken. Ik zal het meenemen. Ja, boy. En goed oppassen, ja? Ja, dok. Oké. Dok, even maar jagi mi papa. Doei. Volgende patiënt! Zet je door. Ja, goeiedag mevrouw. Hallo matey. So, wat is uw naam? Aguaini Grove Olo. Migado? San Grove. Aguaini. Migado, wat gaat zo erin bij jou? Heel veel. Heel veel, no? Zou wel. Maar ja, Aguaini. En wat is uw dochtertje, no? Ja, klopt. Ja, wie heet de meisje? Naomi.
Naomi. Mabaya. Naomi. Looked amazing. Maar goed. Wat scheert je? Ik ben mijn zusje dochter en ik heb griep. Je hebt griep. Dat doe je. Heb je pijn? Nee. Hier, keer je om. Laten we de longen even tikken. Zo, even een beetje longontsteking. Kijk, ik ga de hals voorschrijven. Ze kreeg 3 maal hals. En 1 voor 's avonds, in de ochtend en in de middag. Moet ze eten of zo, zodat ze dat niet zegt? Ze hoeft niet te eten. Ze kan het gewoon beginnen. Dat is jouw idee. Alles komt goed, hè? Ik ben de dochter en ik bepaal hier wat er hier gebeurt. Niemand komt hier bepalen voor mij wat er hier gebeurt. Oh, ja, mevrouw, u ziet er gesteld uit. We gaan u even oppompen. Ga je zitten? Ja, want ja. Ik zie dat u echt gesteld is. Laten we niet de even checken. Ja. Wat is zo strak? We doen het gewoon niet extra strak. Wat zo is. Zit gewoon relaxen. Nu zijn jullie mondje goed. Rustig gaan doen hoor. Ze is een mooie dochter, maar wel lijkt ze niet op je. Ze lijkt op haar vader. Vader. Voel je? Voel je? Voel je? Hoe voel je? Een pomp. Een pomp. Waar pomp je? Van mijn arm natuurlijk. Moet me zeggen als het strakker gaat, hoor. Het lijkt alsof het niet werkt. Alles wel, meisje. Zo. Zo, je bloeddruk is hoog. Hoe komt het? Bent u Indiaan, Javaans, wat bent u? Nee, ik ben Javaan. Ha, van ja bedoel, vandaar dat u bloed zo hoog is. En laat me uw meisje even checken, want ik zie dat iets niet goed is met haar. Zo. Dat je ze geen reden, hè? Hallo, rustig, rustig. Wat gebeurt er met u? Hoe zegt dat maar dat is een tiki. Hallo, mevrouw rustig. Als ik bezig ben, moet ik hier reageren. Dit aan de dataziek. Kijk wat er gaat gebeuren. Dit is echt geen dokterziekte. Nou, daarom ben ik de specialist. Ja? Is het een boni ozo? En nou, één keer boni ozo. Zo, meisje, luister. We gaan even van Nodu doen, hoor. Wat is van Nodu? Dat is iets voor een Nodu. Ja, ja? In massa leg je uit, maar je kan alvast gaan. Kijk even, ga daar, ja? Ik zei, ik kan alvast gaan. En, oh, shakata, pa, Zo, heb je die smaak kwaad op te noemen? Dat koop je zeer drinken. Oei, hop on. Nee, ik maak hem. Wat zijn de boeren? Wat zijn de ikans doen?
Kom ik tegen die wasabi. Amang die kapi. Amang naast naar je hond. Ano luma. Ho, sakaba de uchike bete ke ato. Ho, teke te 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 te. Oh, amang ta yo abano yo. Nasu mama ni. Ibe abi. Fifi man. Oh, sakata baye toropo. Amaisa disi. Ane ekta pa. Ho, sakata pa de yo. Mocha. Oh, ho, teke te pe te. Opo. If I wanna de yo ma. Ye bore le kwante. Mami ne kuro yo ma. I no grow in one place there. Yeah? Mm-hmm. You born in quante shake te pete rete patinta rapato chaka tira patanta. Okay. Oh, sakaba in the robo shaka. You can plus nina. Yeah, you can. So, my fellow, who got what you could and what's going on? The five biggest man, the biggest man here. No. Hmm? Taka. Me basra no me basra. So. Is ni for me. Is ni for you. That is a for me. Na dey kera, na dey tak dak shuti leg me. Hello, my thing, coming up in there. Ui. Baya, ibaya ya native daddy. Maar dat wat we vandaag hebben gedaan, dat gaat je wel 3 kilo rijst kosten. Ja? Mm-hmm. En voor dat kind een pak sigaretten. Als je sigaretten hier hebt, dan kan je me geven. Ik heb toevallig hier zo. Oké, okay, mooi. Maar dat iemand heeft een voorziet hoor. Laat die hem gaan. Alsjeblieft. Dank u. Oké, Jimmy, geef mij hier. Dan gaat u met me mee zingen. Mateo waka inom darayuku. Heb je gehoord? Wanaisa yumuyere begyo. Sing it, sing it, when I say you, yeah, they beg you. You na mama, you na picho, when I say. Ooh, the kind of party, what did you do?